Een heel hartelijk welkom, dames en heren, bij deze nieuwe serie op Crazy Coon. We blijven in de sferen van Pokémon en ik dacht dat het met de Pokémon Let's Go Eevee en Let's Go Pikachu, die binnenkort uit gaan komen, dat het misschien een goed idee was om toch de serie, die voor sommigen al een hele tijd terug is, weer wat beter in het achterhoofd te krijgen. Dat gaan we doen met behulp van deze Pokémon Ash Gray. En Pokémon Ash Gray is een ROM-hack die gemaakt is door Metapod 23, zoals jullie nu in beeld zien. Het spel volgt gescript de belevenissen van Ash in de serie, in elk geval in seizoen 1. En dat is ook waar Pokémon Let's Go Pikachu en Let's Go Eevee zich af gaan spelen. Een perfecte manier om dat geheugen dus weer even op te frissen. Ik weet niet precies hoe lang deze serie gaat zijn. Ik weet niet of ik het spel helemaal ga uitspelen, maar ik ga sowieso een aantal afleveringen opnemen. Mocht je dit spel nu zelf willen spelen, ik zet in de beschrijving, behalve de timestamps die er in elke video staan, ook een downloadlink. Dus dan kun je het spel zelf downloaden. En als je een Game Boy Advance emulator hebt, kun je dan het spel ook spelen. Het is een ROM-hack van Pokémon FireRed. Dus die stats gaan we gebruiken. Without further ado, we gaan beginnen. You are a boy from Pallet Town. Now that you are 10, you can get your Pokémon license. 10-year-olds can get a beginner Pokémon from Professor Oak, the town's Pokémon expert. Want als je 10 bent, ben je natuurlijk al helemaal volwassen. This is just the beginning of your amazing adventures. Your journey is destined to be packed with non-stop actions, millions of laughs, heart-pounding perils and endless excitement. Voor een 10-jarige die de wereld in gaat, denk ik inderdaad dat dat wel waar is. Daar is hij. Professor Oak. Glad to meet you. Welcome to the world of Pokémon. My name is Oak. People affectionately refer to me as the Pokémon Professor. This world is inhabited far and wide by creatures called Pokémon. Voor sommige huisdieren, anderen bestuderen ze en weer anderen vechten ermee of gooien er balletjes naar in Pokémon Go. Dit ben ik! Mijn naam! In de serie heten we Ash. Crazy Coon gaat niet passen, denk ik. Nee. Nou, dan maken we ervan Crazy C. Goed genoeg. Iedereen weet waar het voor staat. Yes, Crazy C, dat zijn wij. Oh, onze grand, tuurlijk, onze rivaal. Since you were both babies. What's his name now? Nou, hij is natuurlijk niet helemaal mijn rivaal, maar dat gezegd hebbende gaan we hier ook Peter van Gort Droog in laten voorkomen. Als je zijn autistiek afleveringen nog niet hebt gezien, ga ze even bekijken. Ik zal ook daarvoor een linkje achterlaten in de beschrijving. Peter is onze rivaal. Oh, hij schaamt zich. Hij schaamt zich nu ineens. Dat is nergens voor nodig. Die afleveringen zijn fantastisch. Peter! Onze rivaal, Crazy C, your very own Pokémon legend is about to unfold. Als we hetzelfde gaan doen als Ash, valt dat denk ik een klein beetje tegen. Want, nou ja, Ash is juist niet zo slim. Ik ga dus in deze serie ook zoveel mogelijk proberen Ash zijn belevenissen te volgen. Sommige dingen zijn ook gescript, zodat ze dan lukken. Maar ik ga af en toe, in tegenstelling tot Ash, ook mijn brein gebruiken. Dus het gaat niet 100% één op één worden. A live Pokémon match on TV. Better get going. Goed. Oeh, onze moeder. Crazy C, get to bed. It's 11. You should be asleep. Go to bed and don't forget to change into your pajamas. Goed, dus we moeten gaan slapen. Kan ik hier iets mee? It's your pajamas. Would you like to change into them? Tuurlijk. Hoppatee. Klaar voor slaap. Kan ik iets op mijn PC? Normaal gesproken zit hier. Ja, kijk, nu ook. Een potion in. Nice. Die is in elk geval voor ons. Oh, cool. Dus. Raising Bulbasaur. That'd be really simple. Perfect for beginners. Squirtle. Dat is de Pokémon waar ik altijd voor koos. Charmander. De starter van velen. Favoriet van velen. En we zijn wakker geworden.
En nu, naar beneden. Als we de serie volgen, zijn we nu te laat. You woke up late, didn't you? You better hurry. Professor Oak Nick's door will be expecting you. Oké, we lopen maar gewoon direct naar buiten. Moeten we ons alleen niet omkleden, vraag ik me dan af. Het ziet er nog best donker uit. Hey, wait! Aren't you crazy, C? You have to go get your starter Pokémon from Professor Oak before you leave. Although I don't know if you have any left by now. Oh nee, tuurlijk. In de serie heeft Ash zijn wekker kapot gegooid. Omdat hij ermee aan het spelen was en daardoor versliep hij zich. Dat probeerde ik dus net ook te doen bij de wekker, maar het lukte hier niet. We gaan kijken. Hey, watch where you're going. Oh, you must be Crazy C. Hey, dat is Peter. Better late than ever, I guess. Well, Crazy Snee, you snooze, you lose. And you're way behind right from the start. I've got a Pokémon and you don't. It pays to have a grandfather in the Pokémon business. Peter Oak. I'm off to learn the ways of the Pokémon trainer. See you later, Crazy C boy. Jemig. Die naam had ik anders moeten kiezen. Oh jee. Daar is hij. Zo, Crazy C. You decided to show up after all. Tuurlijk ben ik er klaar voor. We gaan er een kiezen. We beginnen. Choose my Pokémon, Bulbasaur. Tuurlijk. Was taken by a kid who wasn't late. Oh jee. Nou, dan gaan we voor Squirtle. Net zoals in Pokémon Go. Ook die is niet voor ons. Dan maar voor Charmander. Yes. Ook Charmander is niet voor ons. Yes, all of the starter Pokémon I have been given away to trainers who were on time. There is one left. Er is een probleem met deze. Its name is Pikachu. Will you try to train this electric mouse type? Tuurlijk. En we hebben onze eerste Pokémon. Laat hem maar verschijnen in ons menu. Do you want to give a nickname to this Pikachu? Yes. We geven hem een nickname. Het is een mannetje. Hoe zullen we hem eens noemen? Als je nou trouwens ideeën hebt voor nicknames voor Pokémon, drop ze dan in de comments. En als er toffe namen tussen staan, dan ga ik ze natuurlijk gewoon gebruiken. Een toffe nickname voor Pikachu, E-muis. Want dat is hij natuurlijk. Precies. Also known as the Electric Mouse. Shocking, isn't it? Pokédex en Pokéballs. Cool. We krijgen nu uitgelegd hoe de Pokédex werkt, maar dat spreekt op zich voor zich natuurlijk. When a wild Pokémon appears, it's fair game. Just throw a Pokémon at it and try to catch it. Dat is net Pokémon Go. Get going and start training that Pikachu. Nou, daar gaan we mee beginnen. Ik vraag me alleen wel af wanneer we nou uit die pyjama kunnen gaan ontsnappen. Ik wil graag mijn normale kleren aan namelijk. Staan net zoals in de echte serie mijn fans me hier nu op te wachten? Crazy C, I'm glad I caught you. I'm so proud of you. You're finally fulfilling your dream. You're starting your journey as a trainer. But I'll miss you so much. I brought you some traveling items. There's your running shoes. Oh, dat is wel handig. Kunnen we tenminste rennen, direct vanaf het begin. Press the B button to run. En a town map. Fame checker. Ook handig. We krijgen nu gewoon dus direct een heleboel items die je in de spellen pas later krijgt. That's your Pokémon. I thought all Pokémon stayed inside their balls. Oh jee. Ah, goed zo. Onze traveling clothes. Nou, we zijn er klaar voor. Ik wil nog even kijken of ik in Pallet Town nog items kan krijgen, maar ik denk het haast niet. My son Jack has already left at his Pokémon journey. Ja, er zijn hier in deze versie van het spel drie huizen van alle drie de trainers. Nou, we gaan gewoon beginnen. Let's go. Het veld in. Op weg naar ons eerste Pokémon avontuur. Een Pidgey. Go Pikachu. We gaan proberen hem te vangen.
Hij is een boom ingerend. Ja, maar ik was dus van plan om hem te gaan pakken. Daar. Oh jee, een Spiro. Daar moeten we nu tegen vechten. Oh, ik zou die kunnen vangen? Dat zou wel heel vet zijn. Kom op, E-muis. En je kunt gewoon Thundershock. Loafing around, come on! Het is nu wel net als in de serie inderdaad, daar luisterde die ook niet. Oh, nu wel. Hoppatee, critical hit. Neer. Goed begin. 41 experience erbij, dank u wel. The Spiro is furious that it was defeated. It's calling to the other Spiro for help. Rennen! Oh jee. Is het handig om deze Pokémon nu te verslaan? Vraag ik me af. Ik weet wel dat Spiro eigenlijk beter is dan Pidgey. Kijk, deze overleeft het ook nog. Ik ga toch proberen om te vangen. Als het wil. Pokeball, let's go. Niet helemaal zoals in de serie, maar we hebben een Spiro. En natuurlijk Pokeball, daar hebben we ook tijd voor, wordt wel worden achtervolgd. Ook hem geven we een nickname. En omdat ik verwacht dat we hem niet zo heel lang bij ons gaan houden, boeit het niet zo heel veel. We noemen hem Hank. Hank de Spiro. Die hebben we ook. Ik zal verder gaan rennen. Ik moet nou niet, kan nou niet zeggen dat ik echt het idee heb dat we super hard achtervolgd worden door allemaal Spiro. Maar we gaan wel zwemmen. Hey, dat is Misty. Is it hurt? You need to get your Pikachu to a Pokémon Center right away. There's a hospital for Pokémon in Viridian City. Oh, nu heb ik haar fiets gejat. En het begint te regenen, net zoals in de eerste aflevering. Oh jee. Spiros, do you know who I am? I am Crazy C from the town of Pallet. I am destined to be the world's number one Pokémon master. I can't be defeated by the likes of you. Oh, ik ga ze ook allemaal vangen schijnbaar. Dat is interessant. Kabam! En daar hebben we Ho-Oh. In de originele serie was hij helemaal goud trouwens. Was hij niet zo mooi gekleurd. Dan moet ik nu dus alleen de weg naar Viridian City zien te vinden. Ah, die hebben we. Dat is Jenny! Let me show you where the Pokémon Center is. Heel graag. Gevonden, de Pokémon Center. Good luck. We kunnen ze hier behandelen. Naar binnen. Dat melodietje. I knew I'd find you here. Look what you did to my bike. It was destroyed by lightning when you stole it. You'll pay for this someday, kid. En ze is weg. Ja, Misty en Brock gaan hier helaas niet met je mee, zoals in de echte serie. En we zijn ook sowieso wel anders bezig dan in de echte serie natuurlijk, want we hebben een Spiro. We hope to see you again, maar is er... Ja, ik wou het zeggen. Team Rocket, don't be frightened, little boy. Allow us to introduce ourselves. To protect the world from devastation. To unite all peoples within our nation. To denounce the evils of truth and love. To extend our reach to the stars above. Jesse, James, Team Rocket, blast off at the speed of light. Surrender now or prepare to fight. En ze zijn hier om de Pokémon in het center te stelen. Maar niet als wij er iets aan kunnen doen. Ik hoop trouwens dat het gaat lukken nu, want zij hebben twee Pokémon. En ik heb Pikachu nou niet echt getraind. Oké, die Ekans zit ook op level 5. Yep, first battle. Oh, dus het gaat nu uitgelegd worden. Ja, ik weet hoe het allemaal werkt. Skip! Oh, die Ekans heeft Intimidate? Maakt niet uit. Thundershock is een elektrische aanval. Rap. Dat blijft schade aanrichten.
Gelukkig is dat wel genurfd ten opzichte van echt de allereerste Pokémon. Want als je daar rap gebruikte, dan kreeg je helemaal niks meer voor elkaar. Dan kon je Pokémon ook niet eens aanvallen. Nou, ik denk dat deze Ekans wel gaat lukken. Yes, Ekans is neer. En we zijn naar level 6. We kennen Tail Whip. Niet dat we daar heel veel aan hebben, want we gebruiken een special aanval. We gaan niet van Pokémon verwisselen. Paralyzed. Handig. Als hij nou ook even paralyzed is. Yes! Goeie score. Thundershock. Oeh, oh, daar komen we goed weg. Als Pikachu gepoisoned was, dan hadden we toch wel eventjes een lastigere taak gehad hoor. Gelukkig is het goed gegaan. 121 experience en we zitten op level 7. Hebben ze dan niet nog een Pokémon? Nee, Meow vecht niet mee. Defeated Team Rocket cohort. How could Team Rocket lose to such a pipsqueak? Team Rocket, no matter. Now let's steal the center's Pokémon. Nee. Pikachu used Thundershock. No, Team Rocket is blasting off. En daarmee is ook het einde van de eerste aflevering bereikt. We zijn in Viridian City, we hebben twee Pokémon, Pikachu en Spearow, E-Muis en Henk. Peter is onze rivaal die we nog vaker tegen gaan komen. Ik ga onze Pokémon opladen. De volgende aflevering gaan we verder, dan gaan we richting Viridian Forest. Vond je deze serie nou tof? Laat me dat eventjes weten in de comments. Laat me in de comments überhaupt weten wat je ervan vond. Vond je deze video cool? Mag je dat belonen? Met een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel graag terug bij de volgende Pokémon Ash Gray. Ik was Koen. Hey, how do you?